Wat verwacht u? Met hoeveel mensen komt u in de raad? Ik ga zelf voor de winst eigenlijk. Dus ik verwacht wel dat het plus 1 wordt. Dus het zal dan op 5 komen. Je gaat uit van de 4 waar je de vorige keer mee bent begonnen. Ja, dat klopt. Ik hoop dat we met onze mooie boodschap, dat we mensen weten te bereiken. Om de gemeente Almelo weer een positieve ontwikkeling te gunnen. Je kan op een positieve manier betrekken, of in het bedrijfsleven, of in het verenigingswerk, of in het vrijwilligerswerk. Dan krijgen ze een ritme, ze worden betrokken, ze hebben contact, ook sociale contacten, allemaal genoeg. We gaan een mooie campagne tegemoet en die is vandaag begonnen. Met hoeveel mensen denkt u in de raad te komen? Nou, we hebben de ambitie uitgesproken dat we met 7 mensen weer terug willen in de raad. En we willen ook terug het college in, terug in de bestuursstoel en meedoen om deze stad mooier te maken. Zowel vanuit de raad met een grote positie, als ook in het college en daar een wethouder te gaan leveren. Onze speerpunt, dat was en dat blijft het bestuurscultuur. Dat moet veranderen en dat moet ook verbeterd worden. En dat maken we ook ons hart hiervoor. Het is nodig. En wij dachten met een aantal veranderingen hier in Almelo, met een aantal poppetjes die zijn weggegaan, dat we juist de juiste weg gaan. Maar helaas, ik moet jullie wel zeggen, ik heb het nog niet gezien, niet in de raad, maar ook niet buiten. Besturen in Almelo. De blik naar buiten. Betrouwbaar besturen en verantwoording afleggen. Dat wat je van inwoners vraagt, ook zelf toepassen. En daar waar mogelijk in samenwerking met de regio. Financiën in Almelo. Niet het geld is leidend wat er nodig is. Maar wat er nodig is, dat is leidend. Gelden wel oormerken. Minimaliseren van de externe inhuur. Subsidies bestrekken. Met een duidelijk doel en de verantwoording achteraf. En niet voor elkaar. Dit is maar een greep. Marianne Hendriksen-Wouters was molenaar in opleiding. Ze overleed vorige week dinsdag op 60-jarige leeftijd na een ernstige ziekte. Mode de Hoop werd in rouwstand gezet richting Vleringen. Haar collega's van Molen de Hoop kruiden maandag de molen richting crematorium als laatste groet. Thank you.
Dat heb ik niet zo heel vaak gedaan en ik wil dat hier ook niet doen. Ik ben vaak genoeg dus op tv en ik ben vaak genoeg in de krant geweest. Ik wil dat graag overlaten aan dit kleine meisje, aan Suus. Suusje, als jij nou dat ding doorknipt, knip hem maar door. Kan daar? Doe maar, knip hem maar door. Nee, nog even, ja, zo ja. Knip hem maar door. Nog iets? Oh, alsjeblieft. Nee. Alsjeblieft. Kijk. Nou, samen met de collega's van Bulk Transport mocht ik alle voorwerpen verzamelen. En ook veel fotoboeken gekregen van collega's en Truus Slaghekkenbolk en Henk Bolk zelf. Die allemaal door mogen spitten en daar vervolgens een mooie expositie van mogen samenstellen. Samen met een tekstschrijver die een passende tekst bij de thema's heeft geschreven. En vervolgens was zeg maar, de tekst en de foto's waren de leidraad. En de voorwerpen zeg maar, die hier te zien zijn, die dragen bij zeg maar, aan het Bolkgevoel zeg maar, wat wij zo graag willen overbrengen. Ja, ondertussen ben ik bijna 19 jaar werkzaam bij Bulk Transport. En het is een heel mooi bedrijf om voor te werken. Veel saamhorigheid en de gezelligheid samen om het werk samen klaar te maken. Toevallig heb ik vanmiddag nog een jasje gekregen. Dat is een miniatuurversie van het pak wat ooit gedragen werd door de bolkchauffeurs. En dat jasje dat is gemaakt voor een 5-jarig jongetje genaamd Johnny Bolk. En hij heeft dat dus gedragen toen hij 5 jaar oud was. En gemaakt naar aanleiding van het werkpak wat toen gedragen werd 45 jaar geleden. Dus dat vind ik wel een heel bijzonder item dat er nu ook tussen zit. Het is ondertussen al meer dan 80 jaar. Nou, dat is best al een aardige tijd dat het nu al rijdt, zeg maar, met samen. Ondertussen rijden er 180 vrachtwagens rond door Europa. Elke dag weer. En met iets meer dan 300 medewerkers wordt elke dag worden alle werkzaamheden verzorgd. Muziektheater Servus is op zoek naar de hoofdrolspeler in hun nieuwste productie Quasimodo in juni. Zaterdag was de auditie in Theaterhof 88. Voor de auditie van Quasimodo hebben zich 10 mensen aangemeld. We waren heel verrast om te horen dat er zelfs uit Amsterdam en Den Haag mensen zich hebben aangemeld. Men ziet jou daar buiten als een monster. Buitenwacht, vernedering en pijn. Monster. Buitenwacht, je spot en hoon en consternatie. Buig voor mij, betuig je. Wij hebben deze keer gekozen voor de productie Quasimodo. Bij het grote publiek is de productie misschien beter bekend als De Klokkenluider van de Notre Dame. Veilig achter balustrade, veilig achter steen, staar ik naar de mensen daar beneden. Ik zit hier verscholen, ik kijk urenlang alleen, neer op een van 's werelds grootste steden. Ik onthoud die honderden gezichten. Niemand kijkt omhoog of hoort mijn beden. Heel mijn leven vraag ik mij af hoe het zou zijn. Het is een bestaande productie, maar we zouden natuurlijk Muziektheater Servus niet zijn als wij daar onze eigen draai aan geven. Dus wat wij doen is het script wat we gekregen hebben, wat we tot onze beschikking hebben, toch gedeeltelijk herschrijven en de muziekstukken erin vullen waarvan wij denken dat ze er goed in passen. Ook de koorleden hebben daar een stem in. Er wordt soms ideeën aangedragen. Mensen zien soms ontzettend mooie nummers, muzieknummers op Facebook, op YouTube. En dan wordt er voorgesteld, kunnen we dat niet gebruiken? Vaak kan het wel, soms ook niet.
En als het wel kan, dan worden de teksten herschreven. En dat gebeurt ook vaak door eigen leden. De kleding voor Quasimodo zal natuurlijk ook heel bijzonder zijn. Waar we op dit moment mee bezig zijn, is het vervaardigen van paien. De kledinggroep staat voor een grote uitdaging door het maken van nou zeker 60 van deze nieuwe kledingstukken. Winnaar werd uiteindelijk Joran Schuin, theaterdocent aan de kunstklas van het Erasmus. Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Koersen, het pseudoniem voor Annie Smit, is een Almeloze dichter. Het gedicht Klein Museum is op initiatief van het Wevershuisje tot stand gekomen en sluit mooi aan bij deze locatie aan de Kerkengang. Naast me woont een klein museum. In de stad en toch zo achteraf gaan bezoekers door de tuin. Luid klinken stemmen in de lichte lucht. Ze bedekken oude tegels. Een vlinder vlucht voor zoveel liefde. Naast me woont een klein museum. Stemmen klinken in de lichte lucht.
you see is a heart of stone. You think you know. I can't be sure.